Universiteit van Nederland. Op ons lab proberen we eigenlijk vanuit een huidcel een zaadcel te maken en dan in een kweekbakje. Ja, je hoort het goed, van een huidcel een zaadcel maken. Dit is Calista Mulder van het Amsterdam UMC. Zij probeert het mysterie te ontrafelen van hoe een zaadcel ontstaat. Sowieso een biologisch fascinerend proces, want die gaat van een ronde cel naar een zaadcelletje zoals een kikkervisje. Dus het is best wel een proces die heel erg biologisch ook interessant is om te begrijpen. Maar als je ook kan begrijpen wat daarin misgaat, dan kan je dus ook beter begrijpen hoe het in de patiënt misgaat als het niet lukt om zelf kinderen te krijgen. Dat is Calista's doel. Een behandeling vinden tegen onvruchtbaarheid. Je moet je nu voorstellen dat als een man geen zaad produceert... dus dat er geen volwassen zaadcellen aanwezig zijn in zijn zaadbal... dat er op dit moment geen opties zijn voor zo'n koppel om een, om een biologisch eigen kind te krijgen. Zo'n 7% van de Nederlandse mannen is volledig onvruchtbaar en produceert dus geen zaad. Zo meer begrip kunnen krijgen over het proces... Van de zaadcelvorming, dan kunnen we ook achterhalen of er misschien een medicijn daartegen te ontwikkelen is. En het geheim ligt misschien wel verscholen in de overgang van een gewone cel naar een zaadcel. Als je teruggaat naar uh, waar een zaadcel of een eicel vandaan komt, dan moet je teruggaan naar een embryo van een paar weken oud, waar al cellen worden apart gezet die later een ei of een zaadcel kunnen worden. Eigenlijk wil je dus als je de zaadcelontwikkeling wil vol volgen, wil je helemaal terug naar dat moment en vanaf dat moment het volgen tot de ontwikkeling van zaadcel. Omdat het om embryo's gaat en je die cellen dus niet makkelijk kan bestuderen, zoeken wetenschappers naar een alternatief: zaadcellen gemaakt in een kweekbakje. Wij kunnen nu een cel maken die lijkt op een voorloper van een zaadcel. De Universiteit van Nederland is op bezoek in een lab om te zien hoe dat gaat. We duiken even in de wereld van de cellen. Iedere cel heeft zijn eigen vorm en functie. Bijvoorbeeld een hersencel is niet hetzelfde als een niercel. Ze beginnen wel allemaal hetzelfde, als een stamcel. Wat voor cel het wordt, dat bepalen de zogenaamde regelgenen. Er staan verschillende regelgenen aan of uit en die maakt dat een hersencel een hersencel is en een niercel een niercel. En dit staat ook vast. Het is niet zo dat een hersencel zomaar een niercel kan worden. Toch is dat wel wat wetenschappers in Japan voor elkaar kregen. Zij maakten van een huidcel weer een stamcel. En die stamcellen, daar kun je weer andere cellen van maken, zoals een zaadcel. Kalista legt uit hoe dat werkt met een tafel vol knex. Als je je voorstelt dat dit een huidcel is, dan wil je dus eigenlijk van deze huidcel wil je een stamcel maken. En dat kan je doen door de regelgenen van de stamcel weer aan te zetten. En deze regelgenen van de huidcel moeten dan weer uitgaan. Dus in dat proces halen we de huidcelgenen eraf, de regelgenen van de stamcel gaan er aan. Die regelgenen kunnen aan of uit worden gezet door specifieke stofjes toe te voegen. En zo maak je van een. Een huidcel, een gemaakte stamcel. Ieder regelgen maakt er weer een andere cel van. Zo heb je een speciaal regelgen voor een niercel, een huidcel, een zaadcel en dus ook voor een stamcel. Zo'n kunstmatig gemaakte stamcel noem je een IPSC-cel. Eigenlijk aan deze uh, gemaakte stamcel, de IPS-cel, voegen we allemaal verschillende stofjes door, waardoor die steeds meer gaat lijken op een zaadcel. Dit gaat natuurlijk in hele kleine stapjes, maar grof gezegd zou het er zo uitzien. Dat ja, de regelgenen van de stamcel gaan er vanaf en uiteindelijk zou dit het resultaat dan moeten zijn, inclusief staartje. Klinkt heel simpel, maar wat onderzoekers nog niet hebben ontrafeld is welke stofjes je toe moet voegen om de regelgenen van een zaadcel aan te zetten. Dan iedere keer moet je proberen te testen of het nou daadwerkelijk een stap verder is gekomen of niet. Die zaadcel maken lukt nu nog niet. Maar het is al wel gelukt om een voorloper van de zaadcel te maken. Het is geen stamcel meer, maar ook nog net geen zaadcel. Het is een embryonale kiemcel. Een embryonale kiemcel die heeft al een aantal regelgenen aanstaan... waardoor het pad richting een ei of een zaadcel al vast staat. Calista en haar team hebben de door de mens gemaakte embryonale kiemcellen... voor ons klaargelegd onder de microscoop. Er zijn nog geen kikkenvisjes te zien, er beweegt niks... Het is in deze fase meer een celklomp. Een cluster van bolletjes. En om die bolletjes uit te laten groeien tot een zaadcel, heb je ook nog andere cellen nodig. Wij werken niet alleen aan het maken van zo'n kiemcel, maar ook aan het maken van de andere cellen die normaal aanwezig zijn in de zaadbal. Een zaadcel kan zich niet ontwikkelen zonder de juiste omgeving. Zaadcellen worden in de zaadbal gemaakt. De zaadbal dat noem je ook wel een uh, teelbal of de testikel. En daarin vindt de zaadcelvorming plaats. En dat vindt plaats in dunne buizen, waarbij de kiemcel eigenlijk ondersteund wordt door allemaal cellen om uiteindelijk de zaadcelvorming, de vorming van een zaadcel mogelijk te maken. De wetenschap kan dus al van een huidcel naar een stamcel en van een stamcel naar een embryonale kiemcel. De volgende stap is een zaadcel. Maar wacht eens even. Als ik dan straks over een aantal jaar over straat loop, kan iemand dan zomaar een stukje huidcel afschrapen en. Hop, weg is mijn DNA? Ja, dat is natuurlijk een heel afschrikwekkend beeld. Maar op dit moment kunnen wij nog geen zaadcellen maken van mensen in een kweekbakje uit een huidcel. Oké, okay, nog niet dus, maar hoe zit het dan met de toekomst? Kan je dan wel van iedere willekeurige huidcel een baby maken? Nee, dat zou ik niet zeggen, want die kweken zijn ook heel erg gevoelig. Dus ik denk dat daar nog echt heel veel werk uh, aan plaats moet uh, vinden. Dan. Nee, niet iedere huidschilfer is daarvoor geschikt. Oké, okay, gelukkig. Niet iedere huidcel is geschikt. Het blijft werk van de wetenschappers. In dit lab worden zaadcellen gemaakt. In een ander lab werken ze aan ijcellen. Worden dat ooit dan kweekbaby's? Wij zijn eigenlijk helemaal niet bezig met het maken van baby's uit deze cellen. We willen het proces begrijpen van hoe zaadcellen gevormd worden en dan daarvan leren. Wat wel een mogelijkheid zou zijn, is om uiteindelijk zo'n kunstmatig gemaakte zaadcel- en eicel bij elkaar te brengen om daar een embryo-model van te maken. In Nederland mogen geen embryo's gemaakt worden voor wetenschappelijk onderzoek bij wet. En dit zou wellicht een optie zijn in de toekomst om toch de vroege ontwikkeling van het embryo te kunnen bestuderen, iets wat we op dit moment niet kunnen. Maar dat is best een beladen onderwerp. En wij willen hier graag de Nederlandse burger ook in betrekken in dit proces. Ook al is het dan nog lang niet zo ver. Calista en haar team vinden het wel belangrijk om nu al de gevolgen te bespreken. En niet alleen met wetenschappers, ook met jou. En met mij. Dat is heel waardevol voor ons, zodat wij ook een uh, reflectie hebben van wat er in de Nederlandse samenleving speelt op dit onderwerp. Een van de positieve opties die vaak genoemd wordt, is de mogelijkheid voor same-sex koppels om samen een kind te krijgen. Als in de toekomst het maken van ei- en zaadcellen uh, zo goed ontwikkeld is. dat het echt veilig is en effectief. en dat er verder geen bezwaren meer zijn. dan zou dat een mooie mogelijkheid uh, kunnen zijn. Maar op dit moment is dat nog niet mogelijk in het laboratorium. Vorig jaar is er wel een Japanner geweest die van een mannelijke huidcel uiteindelijk een eicel heeft weten maken. En met die eicel zijn ook muizenpups geboren. Maar uh, zover is het lang nog niet bij uh, het menselijke model. Omdat we ook nog geen mensenzaadcel of eicel kunnen maken. Bij muizen is het dus al gelukt om van een mannelijke huidcel een eicel te maken. Bij mensen is het echt nog lang niet zo ver. Deze wetenschappers willen gewoon weten hoe de zaadproductie werkt om een behandeling te vinden tegen onvruchtbaarheid. Dankjewel Calista voor je verhaal en voor het kijkje in het lab. En jij, tot de volgende aflevering.